Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij Café Koers, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. Het is los. There he goes. Gotcha now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel. Explosie door Remco Evenepoel. Here goes the attack. Lotte Kopecky. Mathieu Van der Poel is a monument man again. En we nemen weer op in Café Allee in Gent met Nathan van Hooijdonk. Goedemiddag. En Benji Naassen, die zelf zijn eigen podcast Lantern Rouge al heeft opgenomen. Goedenavond. Benji, was het een interessante podcast? Ik vond het een leuke podcast, vooral omdat, ja, laat ons eerlijk zijn, de 200 laatste kilometers van Amstel Gold Race, de laatste 35, waren interessant. Ja. Maar er was genoeg in de laatste 35 om over te praten en bij de vrouwenkoers, het finish-dramatje, voilà, was ook interessant. Daar gaan we het nog over hebben. Dus deze podcast, dat moet ook wel lukken in het Nederlands, in jouw moerstaal. Ja, maar ik ben altijd nerveus in het Nederlands. Echt waar, omdat ik... Nerveuzer dan in het Engels? Ja, omdat ik altijd denk dat ik te West-Vlaams ga praten. Ah, oké. Okay. Nathan, welke taal ga jij praten? Want je hebt ook twee accenten, hè? Ik kies gewoon voor SS. Ja, SS. Hey, nee, maar leg eens uit, want in onze we hebben ook een stamcafékoers opgenomen. Aanraden voor degenen die nog niet bekeken of beluisterd zouden hebben. Maar er is wel iets, hè. Jouw schoonfamilie is Nederlands. Uiteraard voor Nederlandse ploeg gereden. Ja. En jij kan schakelen tussen de twee talen een ik beetje. Moet, ik kan wel... Ik kan schakelen tussen de twee talen, maar ik kan ook gewoon Nederlands praten, zodat iedereen mij verstaat. Ja. Maar ik kan ook Vlaams klappen, zodat jullie mij verstaan. Ja, oké. Okay. Dus, vandaar. Goed. Voilà. We gaan het doen in het algemeen beschaafd Essens. We gaan eerst even luisteren hoe de Amstel Gold Race gelopen is bij de mannen en vooral, zoals Benji ook zei, bij de vrouwen. Maar heel apart, want we zitten wel in de finale van de koers. We hebben nog drie hellingen te gaan. En waar gaat Van der Poel het verschil maken? Ja, dat kan op de Kouwberg en de Geulemerberg. De Bemelenberg is eigenlijk niet lastig genoeg om echt een verschil te maken, lijkt me. Maar hij gaat het niet alleen kunnen. Hij heeft ploeggenoten nodig om dit gat te dichten. 200 to go, Van Sevenen picks it up. He's acting as leading. Thijs Benoot looks very, very strong. Comes up onto the side wheel here and suddenly finding a space. Tom Pidcock goes for the barriers here. Benoot, Pidcock voor zijn eerste. Pidcock gaat hij hem pakken. Pidcock pakt hem. Jawel, Tom Pidcock wint voor het eerste Amstel Gold Race. Na een derde en een tweede plaats is het nu raak voor de Brit van Ineos Grenadiers. En het is Hirschi die tweede wordt en Benoot die derde wordt. Where is the peloton behind? There they are in his Lidl Trek that take that final corner and expect a huge move now from the Lidl Trek team to try and launch their leaders up the road. Van Aert leading out here for Vos. Longo Borghini is there and poised and ready. Longo Borghini's got Wiebes right on the barriers. Lorena Wiebes trying to come through. Longo Borghini is there. Wiebes gets some clear road ahead of her. Het gaat dan ook lukken. Ja hoor, Lorena Wiebes gaat Amstel Gold Race. Oeh, het is Vos! Het is Vos! Oh, Wiebes gaat te vroeg juichen. Ah, oh, wat dom. Vos klapt. Nee toch. Oh, lummel. Wat doe je nou? We gaan de vrouwen de best for last sparen. We gaan het eerst over de mannenkoers hebben. Ja, het was vreemd. Het begon eigenlijk al met de vlucht van de dag, of de vroege vlucht die vertrok. Dat waren niet de grootste namen, Nathan. Dat is wel opmerkelijk, want tegenwoordig in de koersen zie je vaak dat er een sterke vlucht vertrekt, dat die dan meestal ook niet te veel ruimte krijgt. Maar het waren niet nu de grote namen die weg waren. Nee, en ook maar vier renners. Ja. Nee, dus ik denk dat wel de sterkte van Alpecin toonde in de start. Ik neem aan dat zij de start hebben proberen te controleren. Proberen ervoor te zorgen dat er een voor hen goed te controleren groep wegrijdt. Mm. Waar dat ze niet te hard achteraan moet rijden. En ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben, want er waren maar vier renners. Als het er acht zijn, ja, dan moet je er twee keer zo hard achteraan rijden, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat ze dat super goed gedaan hebben. En dat ontneemt natuurlijk ook al een klein beetje het moraal voor die vier. Die weten ook al van, ja, we kunnen onszelf in dat wel te pletter gaan rijden voor vijf minuten bij elkaar te fietsen. Maar als dan de finale echt ontploft, dan kunnen we alsnog niet mee. Dus ja, dat heeft het de dagtaak voor Mathieu en ploegmaats een stuk makkelijker gemaakt. Ja. En dan worden die gegrepen. Ja, dat was nog echt 85 kilometer of zoiets rijden. En dan, Benji, dan zitten wij op het puntje van onze stoel. Ik toch van, wat gaan we nu te zien krijgen? En dan was het antwoord eigenlijk heel lang niets. Exact. We hebben de Kouwberg met 80 kilometer te gaan, waar dat we zagen wat activiteiten in het peloton. Maar
je merkt dat die anticiperingen, de moves die gemaakt worden door andere ploegen dan Alpecin, vooral gecontroleerd worden door Hermans, door Axel Laurens van Alpecin op dat moment. Ik was wel misschien verrast dat het al aan Quinten Hermans en al aan Laurens was om daar die zulke zaken op te lossen. Maar dan heb je een fase van, laten we zeggen, van 70 tot 40 kilometer te gaan, dus ongeveer een 30 kilometer, waar dat er niet veel is qua echte heuvels op papier om nieuwe moves te maken. Dus dan heb je eigenlijk een fase waar je het peloton aanvalt op een makkelijker te controleren moment. Maar de vraag is dan, heeft Alpecin nog genoeg renners om op dat moment te controleren? En ik denk dat je daar vooral kan zeggen van oké, Little Trek helpt dan in de eerste helft van de koers met Alpecin om de koers te controleren. En dan kom je in deze fase en besef je van oké, ik ben Little Trek en ik kan niet anticiperen omdat Alpecin te veel renners over heeft. Dan mag je wel in eigen boezem kijken en zeggen van oké, we hebben misschien een fout gemaakt door Alpecin eerder te helpen. Want inderdaad, uiteindelijk is het Bauke Mollema die een beetje geanticipeerd heeft in een tussenfase die eerste Little Trek wordt. Geen Skelmose. Ja, ze zijn er niet echt uitgekomen in de uitslag dan toch. Goed, wij denken dan, of ik dacht, is Mathieu van der Poel ergens zijn kogels aan het opsparen en dan is misschien het meest logisch om op de Keutenberg dat schot te lossen, maar dat kwam niet, Nathan. Nee, ik vond ook dat je van tevoren zag op de IJzerbosweg al en op de Kruisberg dat Mathieu gewoon zijn ploeg was uitgereden. Ja. Ze kwamen dan heel hard naar voren op de IJzerbosweg volgens mij. En toen dacht ik, van, nu gaan ze hem zeker lanceren. Maar dat gebeurde niet. En dan zien ook alle ploegleiders in de auto van, goh, volgens mij heeft Mathieu geen ploegmaats meer. Ja. En op de IJzerbosweg zag ik ook heel hard dat iedereen nog bang was. Iedereen was nog bang van Mathieu en van zijn ploeg. En ze dachten, als we nu demareren, ja, dan controleert met de ploeg ons uit en dan hebben we alsnog geen resultaat. Dus vanaf wat die ploegleiders dat gezien hebben, hebben ze dat gezegd tegen hun renners. En je zag het op de Fromberg, tussen de IJzerbosweg en de Fromberg, zijn er aanvallen gekomen. De mannen die daar hebben durven aanvallen, die hebben kunnen koersen voor de overwinning. Ja. En een van die mannen was Thijs Benoot. Je was echt aan het supporteren, want je hebt nog altijd Visma Leasebike bloed door jouw aderen stromen. Een heel slimme move, zei hij onmiddellijk van Thijs. Ja, zeker. Ja. Dat was gewoon een slimme move. Je zag gewoon dat moest. Zeker als je ziet dat Pidcock er ook gaat. Pidcock is eigenlijk de enige echte kopman van een ploeg. Laten we zeggen dat Thijs ook kopman is samen met Matteo Jurgensen. Maar Pidcock was de enige echte kopman dat daar durft te mareren. Mm-hmm. Ik denk dat Maxime van Gils en Alexander Kroon dat die zich voor de kop kunnen slaan. Dat die daar niet geprobeerd hebben. Die hebben eigenlijk te veel gekoerst als kopman. Als echte potentiële winnaar. Matthews ook. Matthews ook, inderdaad. Ik vind het heel knap dat Pidcock heeft zijn eigen eigenlijk in een kansrijke situatie gereden en uiteindelijk de koers kunnen winnen. En dat is een alle credits naar hem, vind ik. Het leven is aan de durvers ook soms. En dat mogen we toejuichen. En niet alleen durvers, alleen solisten, de toprenners, zeg maar, de Mathieu van der Poels, de Tadej Pogacar. Dat is wel leuk om vast te stellen in deze koers. 100% akkoord. En dan merk je ook, we gaan even terug naar voor de Keutenberg, voor de Fromberg, voor de IJzerbosweg. Was er al een aanval van Honoré van Lapeyre, die uiteindelijk ook in de groep terechtkomen die vooraan in koers zit, omdat ze heel vroeg geanticipeerd hebben in die tussenfase. En ja, dat zijn meer de outsiders. Lapeyre die een beetje een talent is, die opkomt. Honoré die een beetje van de wagen gevallen is de laatste 2 jaar, maar nu toch weer op de wagen gesprongen is vandaag. En aanwezig was in de groep die daar dan uiteindelijk na de Keutenberg terecht kwam. En wat mij vooral opvalt is, Van der Poel zit niet bij de eerste aanval van anticiperingen, dat hij daar niet op reageert. Oké, misschien ziet hij dat als, ik kan dat daar naartoe aanvallen op de Keutenberg, dat komt in orde. De tweede groep zit er ook niet bij. De derde groep reageert ook niet. Alpecin geen renners om te doen, dus hij moet het zelf doen. En op dat moment weet je gewoon zeker dat hij de benen zelf niet heeft, want anders moet hij 100% reageren op die tweede of die derde groep om mee te zijn. En zeker als Pidcock en Benoot ook gaan met Vauquelin, denk ik, in dat groepje van 3 die ook naar voren springt. En wanneer dat de situatie aan de voet van de Keutenberg een groep van 11-12 is, met een gat van 40 seconden op een groep waar dat Van der Poel in zit zonder ploegmaten. Sorry, maar dat wordt heel moeilijk om nog recht te zetten, if not onmogelijk. If not IF, not IF, leek even bondgenoot van Mathieu van der Poel. Zij reden wel. En dan dachten wij, want dat was een van de namen die er in ons pronostieken en die vorig jaar tweede geworden is. Healy, is dat hun kopman? Nee, zij bleken voor Marijn van den Berg te rijden. Zij rijden dat wel op kop en misschien
Had dat gelukt, dan had Mathieu nog in een kansrijke positie kunnen komen. Dat was ook te laat al. Dat was te laat. Dat was al te laat. Ik denk, de laatste kans van Mathieu was op de Keutenberg. Daar had hij gewoon alles op alles kunnen zetten. Ja. En als hij gewoon de benen had van vorige week, dan had hij daar op zijn minst met een man of drie losgekomen en waren ze er naartoe gereden. Daar ben ik zeker van. Dat was ook helemaal niet goed in beeld. Dat was heel raar. Nee. We hebben er lang geen beeld gehad. Ja, ja, ja. Blijkbaar reed Dylan Teuns daar op kop, maar Jorgensen in het wiel. Al dus de foto's die gemaakt zijn op de Keutenberg. Dus we hebben het niet gezien, maar blijkbaar is dat de fase foto's, die daar gebeurde. Ja, ja. Maar Van der Poel ook in het x-aantal wielen. Dus dat wil volgens mij zeggen dat hij het ook niet geprobeerd heeft. Nee, en dat wil dan zeggen dat hij de benen niet had. Ja. Wat dat ook helemaal geen schande is, want we hebben het er straks over gehad. Decompressie is iets wat dat zeker voorvalt. Zeker als je twee monumenten op een rij gewonnen hebt, denk ik dat dat niet meer als onlogisch is. Ja. En ik denk ook niet dat je deze lijn nu kunt doortrekken naar volgende week al. Ik wil er niet te ver vooruit lopen op de feiten, maar dat wil niet zeggen dat hij vandaag de benen niet had, dat hij volgende week nog minder goed gaat zijn. Ja. Dat is een interessante zijsprong, Nathan, die ik met jou wil maken. Richting Luik. Jonas, Heirik, die zeiden vorige week al eigenlijk die Amstel. Mathieu zou beter zich daar weghouden, zou alles in functie van Luik. Bon, heeft de Amstel wel gereden. Ja, het feit dat hij nu niet die superbenen heeft, dat hij niet helemaal kon bovendrijven in de Amstel, wat zou dat potentieel kunnen zeggen over Luik? Kan dat een goed teken of is het net van nee, dit gaat niet meer in stijgende lijn? Ik denk dat je op de koers van vandaag niks kunt afmaken, eigenlijk. Niks? Dus niet in positieve en in negatieve zin? Nee, dat denk ik niet. Waarom zou het dan in Luik wel beter kunnen zijn dan van vandaag, bijvoorbeeld? Omdat hij misschien nu vandaag gewoon heeft kunnen koersen, een keer kunnen voelen van oké, er zijn nog jongens die hard met de fiets kunnen rijden en misschien een klein beetje van zijn roze wolk afkomt. En Luik is ook een monument. En dat is de Amstel niet. De Amstel heeft hij al gewonnen. En we weten allemaal hoe graag dat Mathieu, net zoals Wout van Aert, zijn lijstje aan het afvinken is. Ja. Mathieu wil gewoon de Luik-Bastenaken-Luik winnen. Dus deze week gaat hij ook terug naar Spanje. Dat heeft hij niet gedaan vorige week. Hij gaat nu terug naar Spanje om daar een beetje te trainen en in de berg op te rijden. En ja, dat wil toch zeggen dat je nog gemotiveerd bent. Anderzijds zeg je van ja, misschien blijf ik wel gewoon thuis deze week. En dan zie ik het wel voor Luik-Bastenaken-Luik. Maar hij heeft het er gewoon keihard op staan. En ik denk dat hij daar gewoon terug supergoed gaat zijn. Ja. Benji, geloof jij erin dat dit niet noodzakelijk zegt dat het een neerwaartse spiraal is? Of denk jij van ja, dit is het bewijs dat het niet meer beter gaat worden tegen Luik voor Mathieu? Je weet niet dat het een neerwaartse spiraal is. Het geeft geen motivatie om te zeggen van buitenaf, ik heb nu echt 100% vertrouwen in Mathieu van der Poel volgende week. Maar ik ga eerlijk zijn, zelfs als dit vandaag niet gebeurt, zelfs als Van der Poel vandaag wint met een minuut op de rest, Luik-Bastenaken-Luik is een andere koers. Rochefoucauld is een andere klim dan de Kouwberg. Dan de Keutenberg is ook wel een redelijk lange, maar is ook niet hetzelfde als een Rochefoucauld met de Boncel die nog... de uitloper, zogezegd, is van Rochefoucauld. En dan denk ik origineel al van, zonder vandaag in rekening te nemen, ik zag het al moeilijk in het begin. Want Pogacar staat aan de start. En Pogacar is veruit favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik. En ik denk dat hij de man of the match gaat zijn in Luik-Bastenaken-Luik. En dat Van der Poel in de achtergrond misschien een resultaat kan neerzetten. Maar dat zelf een overwinning... Ik heb dat nooit echt gezien dit jaar. Ja, maar ik wil zeggen, deze klimmen lagen Mathieu wel. En als hij daar al niet uitblinkt, zou je kunnen zeggen, ja, dan zal het zeker niet in Luik gebeuren. Je kan dat zeggen, maar op papier, Mathieu van der Poel in goede vorm blinkt vandaag uit. Als in goede vorm. Je weet, als hij de benen heeft van vorige week, blinkt hij vandaag uit. Dus ik vind het moeilijk om vanaf vandaag echt een conclusie te maken, maar ik zal niet zeggen dat hij vertrouwen heeft naar volgende week. Natuurlijk, inderdaad. Hij heeft ook aangegeven naar Parijs-Roubaix, geloof ik, dat hij wel eens een stevig feestje ging bouwen. Hij is niet naar Spanje gegaan, voor Parijs-Roubaix wel. Dus jouw theorie zou ook steken houden dat hij drie weken lang volledig in de focus is misschien moeilijk, fysiek, maar ook mentaal. En dan is een week, en nu weer een week. Mathieu kan dat wel, hè. Op één week echt... Ja, die kan op een of andere manier zich opladen. Die kan zijn eigen echt mentaal toeleggen. Hè? Ja, ja, ja. En dan is die echt een hele gevaarlijke renner. Maar ik denk dat in Mathieu zijn nadeel, als we dan toch nog over volgende week bezig zijn, het nadeel van Mathieu is dat enkel tegen Pogacar is. Als Evenepoel erbij is, of Primoz is erbij, en Pogacar demareert, en ze zijn met drie, dan kunnen ze nog naar elkaar kijken. Maar als Pogacar Mathieu eraf rijdt, in die moment die gaat komen, denk ik, dan heeft Pogacar geen enkele reden om in te houden. En dat is die Mathieu's nadeel. Dus
het omgekeerde mogelijke voordeel aan diezelfde situatie is dat je misschien meer ploegen... Vandaag had ik het gevoel in koers dat er veel ploegen aan de start stonden die zeggen van oké, okay, Van der Poel heeft de kassei-klassiekers gedomineerd, maar de heuvelklassiekers, dat is iets anders. We hebben een renner die misschien een goed resultaat kan neerzetten en die daardoor misschien iets meer reden af en toe dan dat je zou verwachten tegen een favoriet voor de koers dan, Van der Poel. En dan kijk je naar Luik, Bastenaken-Luik, waar dat Pogacar dan favoriet is. Pogacar heeft wel een ander aanzicht naar de heuvelklassieker Luik, Bastenaken-Luik toe, waar hij zo hard favoriet is, dat de rest gaat er weer veel schrik ploegen, van hebben. Ja. Ja, er zijn ploegen schrik van. En dat zorgt ervoor dat een Healy, een Pidcock misschien zelf, niet gaat wachten op de Rochefoucauld. Die het vroeger gaan proberen. En dat dat misschien een andere situatie kan creëren waar Van der Poel kan profiteren op de niet-favoriet, maar outsider kind of way. Hmm. Ja, daar geloof ik niet. Nee? Dat geloof ik niet. Als Mathieu zijn geld terecht zit, dan springt Pogacar er gelijk op. Dat durf ik... ja... Dat durf ik met zekerheid te zeggen. Maar dat kan wel ervoor zorgen dat er iemand anders kan profiteren van de focus van Pogacar naar Van der Poel. Initieel ja, dan. Ja, maar ik denk dat Pogacar dezelfde tactiek gaat toepassen als Mathieu gedaan heeft in de ronde en in Roubaix. Ja. Vanaf dat hij voelt, ik voel nattigheid, mijn ploeg heeft geen controle meer en er rijden die renners weg. Dan gaat hij zelf ja, een keer van beneden tot boven volle bak en dan zien wie dit er nog bij is. Dus met andere woorden, Nathan, hij gaat zo vroeg gaan dat anticiperen bijna niet aan de orde is. Dat is wat jij zegt. Ik denk dat Lara doet toch dat misschien wel de plek is waar Pogacar al een eerste keer gaat prikken. Huh. Want je houdt rekening met het feit dat UAE ook een sterke ploeg heeft. Vandaag hebben we eigenlijk wel niet superveel van UAE gezien, laat ons eerlijk zijn, op dat vlak. Almeida is een positionering, ja, die zit meer in... Ja, Hirschi, hè, die reed er op een bepaald moment wat... Ja, inderdaad, Hirschi was heel prominent aanwezig in koers, maar eigenlijk voor de namen die ze op papier hadden, sloeg het eigenlijk tegen. Ja. Ayuso bijvoorbeeld. Ja. Ayuso werd vroeg gelost. Ja. Langs de andere kant, Luik ligt Ayuso beter dan Amstel Gold Race. McNulty, ook niet gezien. Dit is meer een koers waar ik wel eens even al heel veel gereden. Waar dat ik meer aan Wellens zou hebben dan aan Ayuso. Amstel Gold Race. Luik, Bastenaken, Luik. Verandert dan misschien iets anders. Ook al, Wellens kan heel belangrijk zijn in het lanceren van Pogacar. Op Laredoet, op waar dat je hem ook wil lanceren. In Luik, Bastenaken, Luik kan Wellens die rol echt tonen. Almeida heeft in een interview gesproken van oké, ik wil misschien wel helpen bij het lanceren van Pogacar. Maar hij moet dan ook eerst zelf in positie zitten om dat te doen. En dat is een probleem met Almeida. En... ik heb dat gevoel soms bij meerdere UAE-renners die dan niet op positie zitten wanneer dat ze er moeten zitten. Maar dat verandert mijn mening niet dat Pogacar wel veruit favoriet is zondag. Ja. Ja, Nathan, je hebt het in een van jouw columns voor het Nieuwsblad ooit gezegd van ja, UAE is gewoon een andere ploeg als Pogacar erbij. Ja, zeker. Niet, dat ga je zondag gelijk zien. Ja. Als je zondag de eerste beelden binnencijpelen, dan rij je er mooi met z'n zeven op een lijntje om de koers aan het controleren. En in het wiel van de laatste van UAE zit dan de witte trui van Mathieu van der Poel. Ja. Dat beeld zie ik al zo voor mij. Ja, je hebt het al helemaal voor jou. Goed, we gaan weg van dit heel interessante zijsprongetje richting Luik, terug naar de Amstel. Op een bepaald moment vormt er zich een groep met vier, Pidcock, Hirschi, Benoot en Mauri van Zevenhand. En omdat het te mooi is om niet te laten horen, wil ik toch even een quote van Mauri van Zevenhand. Na de finish, die heeft er vol voor gegaan en die was het op een bepaald moment beu. En in het Vlaams, in het Mauri van Zevenhands, klinkt dat zo. Ik had 0,0 parcourskennis. Het is de eerste keer dat ik eigenlijk de echte Amstel Gold Race reed. Het was de wring, draaien, keren. Ik was het stappende moe. Ik zei, ik ga er nu nee op geven. Ik zei, ik was het allemaal kloot. Ja, Nathan, jij was aan het supporteren voor Thijs Benoot. En op een bepaald moment dacht jij toch, van Zevenhand, leg eens uit die actie die jij deed. Ja, ja, Mauri springt eigenlijk gelijk op het wiel van Thijs als Thijs demareert. Ja. Op iets meer dan een kilometer. En dat vond ik... ja, dat had ik niet gedaan in die situatie, maar ik kan het wel begrijpen. Ja. Mauri heeft volgens mij nog niet heel vaak in die situatie gezeten in zo'n grote koers. En ik denk dat ik hetzelfde gedaan had. Je had dezelfde fout gemaakt. Ik had dezelfde fout gemaakt, net om dezelfde reden. Je bent zo bezig met van, oh, ik kan misschien winnen, deze is mijn kans, ik moet op alles reageren. En op dat moment Mauri ook gewoon bezig was met, ik wil zeker vierde worden. Vierde, ja, dat heeft hij ook en dat gezegd, zag je ook in de laatste kilometer, hij had continu op kop. En hij zei in zijn interview, ik raakte niet meer van kop, maar hij probeerde het ook niet meer echt. En hij begon op 500 meter te sprinten om zeker vierde te worden. Met alle respect, want ik zeg het, ik had hetzelfde gedaan. Ja. Vierde worden in de Amstel is een uniek resultaat.
Maar als hij daar Tisch laat rijden, dan moet Pidcock al een keer reageren. En dan is, ja, dan is de sprint of de laatste kilometer weer helemaal anders. Ja, oké. Okay. Pidcock inderdaad, een naam die jij in de prono gespeeld had, Benji. En ja, heel interessant. Ik heb nog nooit meegemaakt. Maar wij doen hier een pronostiek in een café. Allee, en plots begint Nathan te onderhandelen om Pidcock af te kopen in de prono. Hè, want er is een pot en als je dan een deeltje van die pot... Nathan, zeer interessant. Jij doet onderhandelingen in de pronostiek. Ja, ik heb nooit gehoord. Ik dacht, het is misschien gewoon vrije markt. En ik kan... ik vroeg aan Benji, ja, we hadden allemaal €5 ingelegd. Ik zeg, ja, hoeveel moet het kosten om Pidcock te kopen? Hey, misschien zegt hij wel van, ja, voor €7 of voor €10 mag de Pidcock hebben. Ja, ja. Als er dan €50 in de pot zit, dan heb ik nog wel winst. Ja. Dus, op het moment dat de koers nog niet gereden was, maar Pidcock wel in een iets winnender positie zat dan jouw eerdere en pick kost ervoor. Pidcock had de koers nog niet gewonnen, dus Benji zou kunnen denken, wat je hebt, kan je tellen. Dat is iets wat mijn grootvader altijd zegt. Ja. Dus wat je hebt, kan je tellen. Dus... Maar het ging niet door, helaas. Ja. Nathan, ik maak me echt geen zorgen meer. Hè. We weten dat uit onze stamcafékoers dat jij van vele markten thuis bent en ook wel in het financiële een beetje thuis bent. Maar nu maak ik me helemaal geen zorgen. Jij slaagt erin om van alles, uit alles munt te slaan, geld, een zaakje te zien. Dat komt helemaal goed, denk ik. Dat is de Nederlandse Nathan, denk ik. De Nederlandse Nathan, die hebben we ook even gehoord. Dat is bangelijk. Ja, en dan uiteindelijk, Tisch, jij zei dat zelf ook, rijdt eigenlijk een heel goede sprint. Hij zei dat dan nadien zelf ook, hè. Jouw oog had dat goed gezien. Maar goed, het volstaat niet. Ja, Pidcock was op dat moment wel echt favoriet om die koers te winnen en maakt dat ook af. Ja, zeker. Ik denk, Tisch heeft gewoon echt een behoorlijke sprint gereden. Echt meer dan behoorlijk, want er wordt altijd van Tisch gedacht dat hij niet supersnel is. Mm-hmm. Maar als Tisch en ik tegen elkaar sprinten op trainingskamp, dan was ik niet heel veel sneller. Niet dat ik supersnel ben. Na een zware wedstrijd kan Tisch wel gewoon prima zijn mannetje staan. Ja. En je zag eigenlijk dat Hirschi tweede kon worden, maar die heel lang in het wiel kon sprinten, wind tegen. En Tisch kon heel mooi naast Pidcock blijven voor een tijdje. Dus ik denk dat hij zich niet kan verwijten. Ja, goed. Je had Pidcock gespeeld. Waarom? En verwacht je nog veel van Pidcock in de komende twee koersen? Wel, over de laatste weken heen had ik het gevoel, qua de koersen dat Pidcock aan het rijden was... Je hebt Baskeland gedaan, je is eruit gevallen, je is dan gedragen. Hij is uitgevallen tijdens de verkenning van de eerste tijdrit. Dus technisch gezien. Laat ons zeggen, hij is in Baskeland geweest. Fair. Daarna heeft hij eigenlijk last minute zijn coach opgebeld en naar Parijs erbij gegaan. Ja. Wat op zich ook absurd is. Zo van, enorm trouwens, absurd. Ik zou misschien Parijs-Roubaix willen rijden in plaats van het Baskeland. Vind ik dat vreemd van de ploeg uit, dat ze zo last minute zoiets switchen. Vooral omdat Parijs-Roubaix is. Ja. Ten tweede omdat het ook een risico is, want die ploeg ziet Pidcock als een van de twee leiders voor de Tour de France. Roubaix rijden als de aperitief voor de Tour de France is redelijk gevaarlijk. Ja. Nu, hij is gefinished, je hebt niet gevallen. Je is top 20-ish gereden ongeveer. Als ik daarover nadenk, denk ik, ja, oké. Vele mensen gaan naar resultaat zien en zeggen van oké, ik kan misschien meer verwachten van Pidcock, maar Pidcock is geen renner die gebouwd is voor Paris-Roubaix. Fysiologisch gezien is dat niet het ideale parcours voor Pidcock. Hij heeft zijn heuveltjes nodig. En Amstel is veel meer passend. Vorig jaar was hij al heel sterk en ik had het gevoel dat hij iets sterker was in de aanloop naar deze Amstel Gold Race. Hij heeft het al een keer gewonnen, een knipoog. Nathan lacht nu. In welk jaar? In 2021. Ik denk dat er ooit een finishfoto met een zekere Wout van Aert of zo geweest is. Staat er op procyclingstad? Fair. Voor alle duidelijkheid, Wout heeft die koers gewonnen. Hè? Ja, officieel wel. Ja. Anyway. Nee, maar Pidcock heeft altijd volgehouden dat hij won. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En ik ga eerlijk zijn, mijn standpunt is niet Pidcock heeft dat gewonnen. Het is meer zo van, we zijn niet zeker wie dat er gewonnen heeft, want het is echt wel heel duidelijk dat de finishfoto niet deftig gezet was. En als dat het geval is, dan heb ik soms het gevoel dat in het wielrennen... Ik vraag me soms af, waarom is er daar niet meer miserie rond als we zoveel problemen hebben met finishfoto's in de laatste paar... Gerben Thijssen tegen Caleb Ewan en vorig jaar in de GP Monsterrace bijvoorbeeld. Is dat al duidelijk wie daar gewonnen heeft? De foto was even wazig of... Ja. I don't know, een foto met een Nokia 3310 van 15 jaar geleden. Maar... Anyway, Wout van Aert, wat zeggen dat hij die gewonnen heeft? Ja. Pidcock, wat zeggen dat hij deze gewonnen heeft? Want... Bij deze is dat rechtgezet. Ja. Ik vind dat perfect. Hè?
Mooie kunnen discussie. We mee leven, toch? Wout wint de Amstel en ja, Pitcock heeft hem nu ook beet. Voilà. Exactly, justice for all. Justice for all. Maar ik ga wel zeggen, qua Pitcock, als we in de laatste kilometer komen met die vier renners, laat ons eerlijk zijn, Benoot kan wel proberen aan te vallen, Tisch kan proberen aan te vallen, maar realiteit is dat in een groep van vier de kans om weg te rijden zonder ploegmaat in de groep, 97% van de tijd, raak je niet meer weg. In zo'n specifieke situatie met vier renners van andere ploegen, omdat er wel iemand gaat reageren op die manier. En zeker op een parcours wat er niet echt een obstakel is om nog iets te proberen. Ze gaan gewoon een bocht naar de grote baan, naar de finish. En dat is nu eenmaal zo, dus het was een hele moeilijke situatie voor Tisch en voor Mauri om nog iets uit te halen. Het moest echt van die sprint komen, akkoord. Hij heeft een hele goede sprint gedaan, Tisch. Hirschi had ik misschien iets meer verwacht in die sprint. Pitcock was favoriet en hij levert dat dan aan. Wat zie ik dan qua Pitcock in Waalse Pijl en Luik, Bastenaken, Luik? Ik ga eerlijk zijn, met Pitcock had ik altijd gedacht dat Waalse Pijl hem wel zou moeten liggen met zijn acceleratie, een lichte renner, stel een klim naar Muur de Gouy, dat zou wel moeten passen. Positionering is wel belangrijk daarnaartoe, dus dat hangt af van in welke positie dat hij komt. Luik, Bastenaken, Luik heeft hij al getoond dat hij het kan, ook al had hij vorig jaar moeite met de koersen die 250 kilometer lang waren. Want je hebt er wel derde geworden, maar in het laatste stuk is hij wel serieus nog gelost door Healy in de laatste paar kilometer. En dan nog een minuut 20 verloren naar Healy toe, denk ik, als ik me goed herinner. Dus als jij het zegt. Het kan ook helemaal verkeerd zijn, but hey, that's why we're here. Hoe lang was Amstel dit jaar? 250. Ja, oké, dat is een good point. Maar ja, het was eigenlijk maar 35 kilometer op het einde. Ja. Nathan, zie jij in Pitcock een echte valabele uitdager in Luik, Bastenaken, Luik bijvoorbeeld voor Pogacar? Of zeg je van, dat is toch, dan zullen de kaarten heel goed moeten liggen? Ik denk, mee dat hij nu de Amstel gewonnen heeft, wel. Het is gewoon een renner die dat je kunt hem niet op voorhand afschrijven. De grootste fout dat je kunt maken is zeggen van, goh, Pitcock, hij doet mee, maar ik acht hem niet geen tegenstand. Ik denk dat als Pogacar in Pitcock beneden aan de lagen doet om het snelste omhoog te rijden, dat Pogacar sneller is. Maar zo wordt de koers niet gereden. Hè. Er zijn zoveel verschillende factoren. Pitcock is ook een uitmuntend stuurman. Hij kan de koers goed lezen, want hij durft ook te verliezen. Hè. Dat heeft hem vandaag laten zien, eigenlijk. Dus ik acht hem een geduchte tegenstander, zeker weten. Ja. Dat zie je ook als een kwaliteit. Hè. We hadden het er voor de podcast ook ergens over. Hij zei van iemand durft een koers te verliezen. Dat moet je ook soms durven. Hè. Ja, inderdaad. Je moet, ja, we hadden het erover met Marijn van den Berg in het Brabantse Pijl. Ja, 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 ja. Die krijgt eigenlijk een gat. Net gewoon iemand die niet meer inschuift eigenlijk bij het ronddraaien. Terwijl hij eigenlijk zijn sterkste wapen is in de sprint. En toch rijdt hij door. En dat vond ik heel knap. Ik vond hij bewonderenswaardig dat hij zegt van ja, hij heeft nog nooit een klassieker gewonnen. Hij heeft wel een paar mooie koersen gewonnen, maar nog nooit dus een koers van dat niveau. Dat hij op dat moment zegt, ik rijd door, ik ga ervoor en ik durf de koers te verliezen om ze misschien te kunnen winnen. En sprinten tegen Cosnefroy, ja, je weet natuurlijk niet, wordt er nog aangevallen op die laatste helling? Dat is ook geen zekerheid. Hè. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi en alleen maar mooi voor de koers dat er zo gekoerst wordt door sommige kopmannen. Hè. Dus een pluim voor dat soort renners, Marijn van den Berg, die dan uiteindelijk inderdaad maar zevende wordt in de Brabantse Pijl, maar wel ervoor gegaan is. Ja, zeker. Ja, ja, liever dat dan iemand die dan vierde wordt, maar nooit echt zijn nek uitgestoken. Nee, ja. Nee, ik vind dat knap. Ja. Ja. Goed, dan gaan we over naar de vrouwen. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. En dat was eigenlijk... gelijk naar de finish? Ja, daar kunnen we zeker gelijk naar de finish gaan. Ja, gelijk naar de finish. Ja, dat was misschien wel het strafste moment van de dag. Want inderdaad, we krijgen een koers waarbij... die onderweg voor een stuk geneutraliseerd is, waardoor de koers minder lang, minder zwaar wordt. Ja. En dan komt iemand als Lorena Wiebes, Nederlandse, in de Amstel, in een positie dat ze kan sprinten voor de overwinning. De snelste vrouw van het peloton. Die krijgt eigenlijk een unieke kans in haar carrière om de Amstel te winnen. En 15 meter voor de streep, 10 meter voor de streep, 5 meter denk ik nog, dacht ze ook dat ze de Amstel gewonnen had. Ze steekt de handen in de lucht. En wat gebeurt er dan, Benji? Als ze wint niet. Nee. Dat is de... Marianne Vos komt erover. De grapper van Marianne Vos komt erover. En die finishfoto is ook eentje om
in te kaderen, maar niet voor Wiebes, denk ik. Want de finishfoto is letterlijk Wiebes die de handen in de lucht steekt en Marianne Vos die met meer dan een band lengte dikte wint. Hè. Pijnlijk. Ja, en het verhaal natuurlijk. Ja, eerst en vooral, je kan zeggen, ja, de parcourssituatie, de veranderingen in parcours door de neutralisatie, organisatie kan er niks aan doen, we kunnen er niks op aanmerken. Ze Want er was een ongeluk gebeurd. Ja, hè? Er was een ongeluk door een politieofficier die het parcours van de Amstel Gold Race aan het checken was. En die is aangereden door een auto, denk ik, of zo. En geen idee hoe dat uitgelopen is, maar hopelijk zijn die mensen oké. Maar als gevolg daarvan, makkelijkere koers op papier. 3 laps van de local circuit. En ja, oké, okay, De lokale ronde. Lokale ronde, sorry. Dat is soms moeilijk in Nederland. Ja, maar jij woont in Engeland, hè, en hebt een Engelse vrouw. Dus, ja, dus. Maar het is goed, Nathan, dat je nog even vertaalt. Dank u wel, voor de hulp. Ja. We komen op het einde en ik ga akkoord. Als Marianne Vos achter Lorena Wiebes in die sprint zit in de draft. Wiebes weet dat ze de snelste is op papier. Ze start die sprint. Maar om dan eerst en vooral meer naar het midden van de baan te gaan sprinten en dan te beginnen vieren met 15, 10 meter te gaan, dat is een combinatie van Vos kan je aan de linkerkant passeren en ten tweede zorgt dat ervoor van dat ik denk van... Aan de ene kant dacht ik arrogantie, maar het lijkt ook het geval van... Je bent zo hard bezig in die laatste 15 meter, de laatste 30 meter, de laatste 35 meter, met de overwinning die je nog niet hebt tegenover het behalen van die overwinning. Want anders denk je niet van hoe ga ik hier nu vieren met 15 meter te gaan. Het leek alsof dat ze 100% zeker was dat ze ging winnen. En dat kwam als overconfident, als een beetje arrogantie over voor mij. Ja. Nathan, kan jij dat enigszins begrijpen? Want het is natuurlijk, ja, Alaphilippe in Luik is een voorbeeld ervan. Heel pijnlijk, hè? Dat gaat over een monument. Het komt wel eens voor, maar ja, je zou denken, leren ze het dan niet? Heb jij dan ook begrip voor dat dat kan gebeuren? Want eigenlijk is het een professionele fout. Het is zeker een professionele fout. En voor Lorena Wiebes een hele dure, want ik denk niet dat ze nog in die situatie komt. Ik denk, alle omstandigheden lagen perfect voor haar. En het raar is ook, het is een sprintster. Ja. Dus ze weet hoe dat ze een sprint moet rijden en ze weet dat de finish op de meet ligt. Ja. En ik vond het ook nog heel flauw in haar interview dat ze zei dat Longo Borghini haar lijn niet hield. Daar moet je op zo'n moment niet mee afkomen. Nee, dat vind ik ook niet. Zij houdt haar lijn ook helemaal niet, want ze passeert Longo Borghini en ze stuurt ook naar rechts. En daardoor doet ze de deur open voor Marianne. Ja. Als ze gewoon aan de kant blijft sprinten, dan kan Marianne er nooit voorbij komen. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk een onterechte, flauwe opmerking. Ik de enige die dat grappig vindt als het Nederlands eruit begint te komen? Als het Nederlandse Nathan eruit begint te komen? Wil jij me misschien vertalen in het Vlaams? Of? Sorry. Oh, ik hou van de dynamiek tussen jullie. Sorry, gozer. Nee, maar Nathan, jij wees daar al op van, los van het juichen, had jij al daarvoor ook gezegd, eigenlijk, niet een fout, maar ze pakt het niet slim aan door niet gewoon langs de kant te blijven. Ja, ze moet gewoon tegen de boord blijven sprinten en dan kan er niks gebeuren. Terwijl dat wel haar vak is, ze sprintster. Ja, tuurlijk, inderdaad. Dus ze maakt eigenlijk niet alleen de fout van te vroeg te beginnen juichen, maar ze doet ook nog eens de deur open. Ja. Hey, we spreken al een paar weken over de deur dicht doen in de sprint, maar zij doet net tegenovergestelde. Zij doet de deur open voor Marianne. Ja. En Marianne is zo'n strijdster die rook haar kans en die dacht, die pak ik. Ja, inderdaad, zeer dure fout. Nathan, je bent renner geweest. Ik hoop dat je zo'n situatie nooit meegemaakt hebt. Maar hoe ga je daar nu mee om? Want langs de ene kant denk ik, van het is ook wel erg tegenover je ploegmakkers natuurlijk. Hè. Die hebben alles gedaan voor jou. Als je op je waarde geklopt wordt tot daar aan toe, dan denk ik dat de ploegmakers dat vergeven. Maar hoe verwerk je nu zoiets ook? Ja, ik denk de ploegmakers van Mathieu, die hebben vandaag ook niet eens een dag op kop gereden. Maar die weten gewoon van, oké, Mathieu, een mindere dag kan gebeuren. Maar ja, Vollering cijfert zich volledig weg. Lotte, Kopecky cijfert zich volledig weg. Omdat ze weten, ja, Lorena is de snelste in de sprint. Vollering was al mee aan het juichen. Op de achtergrond. Op de achtergrond. Dus ik zou niet kwaad zijn op mijn ploegmaat, zeker niet. Maar het is wel jammer. Wout heeft ook eens voorgehad in de Dauphiné dat David Godium net kwam gepasseerd. Ja. Zulke dingen gebeuren, maar eigenlijk zouden ze niet mogen gebeuren, want je moet gewoon sprinten tot op de meet en je weet nooit wie dat er van achter u komt. Ja. Ik weet dat dit een Belgische podcast is en dat dit mogelijk een controversiële quote is. Oh, maar doe rust. Ik heb het gevoel
dat ik het... Ja, eerst en vooral, ik vind het goed dat Demi Vollering blijkt dat ze de ploeg gaat verlaten, SD-Works. Maar ik versta het ook van een sportief vlak, want ik heb soms het gevoel... Demi Vollering, achter vorig jaar, dat is naar mijn mening de beste renner ter wereld. En de tweede stap daaraan is, zelfs in de Tour de France vorig jaar, ze ging meer winnen als de ploeg 100% voor haar reed. Want in sommige etappes ging ze half voor Lotte Kopecky, half voor Vollering. Kopecky valt dan aan in een heuveletappe, waar ze eigenlijk voor Vollering moesten gereden hebben. En ik heb het gevoel dat Demi Vollering 100% gaat er beter uitkomen in een situatie waar dat ze misschien niet in de ploeg zit met Lotte Kopecky in deze koers. Waar heb ik die theorie nog gehoord? Ik weet het niet. Ja, nee. Ik wil zeggen, het is natuurlijk... de verdediging, ik volg jou, maar... Ja? Als je natuurlijk als Vollering zijnde... Ja, Nathan zijn frank begint te vallen. Als je als Vollering zijnde natuurlijk fantastische kampioenen hebt die in sommige omstandigheden voor jou rijden, dan moet je ook gunnen dat ze soms ook wel eens koersen winnen. En het is geven en nemen. En dan denk je bijvoorbeeld aan Visma Leasebike, heb je dat ook. Je hebt heel veel kampioenen die soms eens kopman zijn, soms eens knecht zijn. Ik vind het anders. Want in de Tour de France vorig jaar merk je echt op dat Kopecky in de eerste etappe, Kopecky gaat voor de etappe, Kopecky wint de etappe. Mm-hmm. Fantastisch, laat ons eerlijk zijn. Laat Kopecky van hier. Dus ik ben blij. Maar dat is ook een etappe waar de Vollering eigenlijk al tijd kon genomen hebben en mogelijk de etappe kon gewonnen hebben tegenover haar tegenstander. Maar ze heeft de Tour toch gewonnen, dus wat ze heeft het probleem? De Tour gewonnen, maar ze verliest etappes. Maar omgekeerd verliest Lotte Kopecky ook etappes, omdat ze in functie van Vollering rijdt en in functie van Lorena Wiebes rijdt. En het finaal is dat je... Want jij zegt van Vollering was voor mij de beste renster ter wereld vorig jaar. Ja. Maar SD Works ProTime was ook de beste ploeg ter wereld vorig jaar, dus... Ja, maar volgens mij verliest Vollering meer aan die samenwerking dan Kopecky. Ja. Dat is een discussie die je altijd zal hebben, hè, Nathan, in zulke gevallen. Ja, maar jij komt uit een ploeg waar dat samen winnen erin zat en succesvol werkte. Leg eens uit, of is het toch anders bij SD Works? Dat vind ik moeilijk om mezelf erover uit te spreken, omdat ik niet in de ploeg zit van Lotte. Ik weet niet hoe hard ze het elkaar gunnen, maar ik weet wel hoe hard Wout... Jonas het gunt en Jonas Wout het gunt. En dat is enorm. Dus ik denk ook niet dat je dat één op één kunt vergelijken. Ik denk dat Demi gewoon heel graag gewoon kopvrouw wilt zijn. Enige kopvrouw wilt zijn in alle klassiekers. Zij kan de Ronde van Vlaanderen ook winnen. Heeft ze nog niet gedaan uit mijn hoofd? Nee. Maar dat wilt ze wel heel graag. En dat is moeilijker met een kopvrouw als Lotte. Ja. En ze wil kopvrouw zijn in de Tour de France. Dat logisch is, want ze wint hem. En dit jaar wint ze met de grootste waarschijnlijkheid gewoon opnieuw. Dus ik kan het wel begrijpen dat zij andere oren opzoekt. Ja. Aan de andere kant, Benji... Je hebt zelf gezegd, ik steek mijn nek hieruit, hè, dus ik geef je namens onze luisteraars een beetje weerwerk. We hebben toch ook dit seizoen nog niet de sterkste Demi Vollering gezien. Ja, maar ik heb dat gevoel omtrent... Ja, Lotte Kopecky komt uit de klassiekers met Roubaix gewonnen, Strade gewonnen, maar vergeleken met vorig jaar heb ik niet het gevoel dat ze even dominant was tegenover haar tegenstanders en dat trek ik door naar heel de ploeg. En ik heb dan ook met Vollering, tot het moment dat Vollering wint nu vandaag niet, parcours is aangepast, zou het anders zijn met een ander parcours? Ik weet het niet, want ik vind Longoborgini op dit moment beter. Brabantse Pijl heeft dat aangetoond deze week. En als ik naar Luik-Bastenaken-Luik kijk, dat is een beetje een ander parcours alweer, maar Vollering, ik hoop voor haar dat ze dan op het niveau zal zijn waar ze tegen een Longoborgini kan vechten op de Rochefoucauld, op de Mont-Saint. Dat zou toch moeten, Benji? Dit is toch haar examen, nu, de twee koersen die eraan komen van Demi Vollering. De twee Ardennen die eraan komen, Waalse Pijl, zou ze eigenlijk moeten winnen. Ja. Luik-Bastenaken-Luik. Een goede koers rijden, want het is makkelijk gezegd, hè, Nathan. Luik-Bastenaken-Luik is eigenlijk ook de persoon dat je... Als je vorig jaar alle drie de Ardennen-klassiekers wint, dan kom je naar dit jaar met de verwachting dat je er toch één of twee kan winnen. Van het. En dan kom je ook naar de Ronde van Frankrijk weer met de gedachte van, ik sta hier om de koers te winnen. Natuurlijk, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Maar je bent wel de persoon die aanzien wordt als de... This is the rider to beat. Hoe noem je dat in het Nederlands, Nathan? Allee. Dit is de renner die je moet kloppen. Ja. Of de te kloppen vrouw. Ja. Dus dat is wel mijn opzicht naar die koersen. Ze zag er niet zwak uit, maar ze lijkt een paar procent onder wat ze nodig heeft om een koers te...
Te winnen misschien niet, dat is mogelijk, denk ik, in de huidige vorm. Maar te domineren op de manier van vorig jaar, dat heb ik nog niet gezien. En ik heb het gevoel dat de laatste 2 jaar in Luik-Bastenaken-Luik de ploeg Royster vorig jaar en het jaar ervoor Anna van... Nee, het jaar ervoor, Volring voor Anna van der Breggen of omgekeerd, een van de twee. Jij weet het. Ja. Anna van der Breggen reed voor Volring 2 jaar geleden en vorig jaar was het Royster die het deed. Die ploegmaat, dat heeft ze nodig in die koers. En nu dat Royster weggevallen is, nu ga ik een beetje mijn eigen quote van daarnet aanvallen, zou Kopecky dat gat moeten opvullen in Luik-Bastenaken-Luik. Ik denk dat voor Kopecky wel al welletjes geweest. Ja, nee, zeker. Jammer, staat op haar parcours. Ja, maar ik vind het. Ik heb het afgelopen maandag ook in een andere podcast gezegd. Ik vind het raar dat Kopecky dit er nog allemaal bij pakt eigenlijk. Sinds de UAE-tour heeft ze gedaan, daar verblufte ze mij. Dat ik dacht van, hoe sprint zij die berg hier omhoog? Fantastisch knap om te zien. Ja. Dan gingen ze nog even Europees kampioen worden of wereldkampioen worden op de piste. Het vreemd dat Jebel Hafid in UAE-tour... De klim waar ze daar wint, de meest dominante Lotte Kopecky-overwinning was? Ja, zeker. Nee, dat vind ik raar. Dat vind ik raar. Want in Strade Bianche heb ik een paar keer gedacht van ja, volgens mij komt het niet goed. En toch won ze de koers. Maar om terug te komen op de ploeg van SD Works, ik vind het vooral frappant dat de ploeg van Little Trek en bij de mannen en bij de vrouwen alle twee echt stappen vooruit gezet hebben. Ja. Hey, vandaag redden ze eigenlijk de meubelen voor Marianne Vos en bijna voor Lorena Wiebes. Ze zitten er nog met 4 vrouwen en ze rijden het gat eigenlijk dicht richting de Kouberg. En bij de mannen waren ze, voordat de grote valpartij in de Dwars of Vlaanderen, waren ze ook enorm dominant en erg aanwezig. En ik denk dat zich ook in de rest van het seizoen gewoon gaat doorzetten nog. Je hebt bij Visma Elisebike, toen Jumbo-Visma, Visma Elisebike is het nu, hè, voor alle duidelijkheid. We willen onze koppositie behouden op het klassement. Maar is er inderdaad een kruisbestuiving tussen de mannen- en de vrouwenploeg qua know-how? Hoe zit dat? Bij ons in de ploeg zijn ze natuurlijk gewoon altijd bezig met beter worden en elkaar ook beter maken. En, ik zat aan tafel met Maarten Wijnands, ik denk de zaterdag tussen E3 en Gent-Wevelgem. En toen kwam Jos van Emden, ploegleider bij de vrouwen, erbij zitten en hebben we gewoon even over de koers gepraat. En ideeën uitgewisseld. En hoe pakken jullie dat nu aan bij de vrouwen in de waaiers? Hè? Want het was echt wind voor waaiers, maar we hebben eigenlijk geen enkele waaier gezien. Dus dat is eigenlijk... Dat is heel raar. Hè? Dat is eigenlijk ze doen aan dezelfde sport, maar toch moet het anders aanpakken. En je moet er op een andere manier naar kijken. Mm. En dat vind ik ook wel interessant, om er op die manier naar te kijken. Ja. Oké. Goed, ik denk dat we hier gaan afsluiten voor Benji nog met een of ander controversieel standpunt aankomt eraan. Nee, Benji, zeer bedankt. Ik vond het heel fijn om jou erbij te hebben en een onuitgegeven bezetting in deze podcast, maar zeker een om te herhalen. Benji, jij trekt terug naar Londen? Yes, dinsdag vertrek ik terug naar Londen. Geen idee wanneer dat online komt. Dit komt maandag al online. Ja. Morgen vertrek ik weer naar Londen en dan kom ik... Ah nee, kom even niet terug. Dat is wel jammer. Ja, oké. Nathan, je hebt ook nog een lange rit voor de boeg. Ja, ik krijg gewoon terug naar Essen. Maar een uur en een kwartier. Ja, dus, misschien een podcastje beluisteren van Benji. Ja, dat zou ik kunnen doen. Zou je kunnen. Ella. We hebben hem daarnet al live bekeken. Nathan, kan ik jou dat vragen? Ik weet niet of jij daar iets kan over zeggen of iets van weet, maar hoe is het met Wout, hoe is het met Jonas? Heb je daar info over? Met Wout gaat het volgens mij gewoon oké. En wordt er gewoon dag per dag gekeken naar wat hij kan. En probeert hij gewoon elke dag iets beter te worden. Ja. Zo'n herstel van gebroken ribben, en dat gaat gewoon niet zo snel. Dus daar moeten we gewoon geduld in hebben. En ik denk... Dat voor hem heel fijn is dat hij de Giro heeft afgezegd. Dat geeft hem ook heel veel meer vrijheid in zijn hoofd. Mm-hmm. Ja. Want anders zit je continu met je tijddruk natuurlijk. Hè. Ja. Ik moet vandaag toch wel iets meer kunnen dan gisteren. Of dat zou ik spreek nu uit eigen ervaring. Ja. Ik zeg niet dat Wout zo denkt. Hè. Met Jonas, ik hoop er heel snel naartoe te gaan eigenlijk. Als die thuis is... Ja, dan, dat is jouw plan om hem te gaan bezoeken, hard onderin te steken. Ja, gewoon, want hij is echt een heel goede vriend van jou ook, hè? Ja, zeker weten. Ik heb eigenlijk vooral contact met zijn vrouw nu. En mijn vrouw ook met zijn vrouw. Die komen ook goed overeen. En vanaf dat moment zich aandient dat ik even een paar dagen vrij heb, dan vlieg ik even op en neer naar... Gewoon om...
met een vriend te zien. Ja. Ik denk dat dat okay. iets wat vrienden doen. Heel mooi, kijk. Samen winnen, maar ook samen door de moeilijke momenten. Zeker. Dat is het zeker en vast ook. Goed, nogmaals bedankt. Rest mij nog te bedanken Skoda, Café Aller in Gent. Wij gaan komende zondag voor Luik Bastenakeluik alweer hier opnemen. Uiteraard Elisabeth Verstraeten, onze audio engineer. Dat is de officiële titel. Ik wil ook speciaal Nathan van Hooijdonk voor de ondertiteling van deze podcast bedanken. En vooral bedankt u, beste luisteraar. Tot de volgende, tot Café Koers. Beest is los. There he goes. Gotcha now, big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van der Poel. Explosion door hem, Van der Poel. Here goes the attack. Lotte Kopecky, match up van der Poel. It's a monument man again.